ja, een soort box. Ik denk dat ze daarin gaat en dat er dan een apparaat komt. En de hoefsmid die komt en die haalt de hoefijzers eraf. Voor je foto. We hebben een pukje haar uitgetrokken. Ook gewoon met een knijptang. Toch dat deed. Dat is best een hele puk. En wat doet u met de haartjes? Ik ga even over de prok. Over de prok, oké. Ja, die moeten afgenomen worden en die moeten bewaard blijven. Hè? U heeft er wel hele spannende doosjes voor. Van de klei. Van de klei, ja. Mooi, hè? Ja, dat vind ik leuk. Dan mag je binnenkomen. Hè? Ja. Zo, we gaan doen, we gaan naar mij met het hoofd zo. Ja. Zo erin zetten. Ja. Ik krijg nu een beetje verdoving, dus wat rustiger is. Ik heb een jas. Oh, jas. Ja, dat lijkt me wel verstandig, want jij kent ze. Wil ze deze even aanhouden of uit? Ze moeten natuurlijk best wel, ja, het is op zich wel. Nou, Esther wordt helemaal omgekleed. De meneer is omgekleed, hij heeft allemaal spannende dingen. Je mag kiezen. Oh, dat is leuk. Of even achter de klas staan. Dat is goed. Of even een kopje over zeggen, ja. Nou, van achter het glas kan ik dan zien hoe Esther zich omkleedt. Ze krijgt uiteraard een of andere jas aan tegen al die röntgenstraling. Het is niet heel erg gezond om die tegen je lijf aan te krijgen. Je ziet aan Verona de oortjes dat dat inmiddels een beetje begint te werken. Ze heeft natuurlijk een beetje sedatie gehad, zodat het allemaal wat minder spannend voor haar is. Ze gaat op haar plek. Dan komt er nog een balk tussen om te zorgen dat ze daar ook blijft staan. Want alleen haar benen worden gefotografeerd. Dus die balken die staan niet in de weg. Ik heb nog een knoop in haar staart. Dat voorkomt dat het zo meteen in de weg hangt als ze de achterkant de benen gaan fotograferen. Het licht gaat uiteraard uit. Ja, uiteraard, het licht gaat uit. En nu komt er een plaat. Die plaat die houdt zeg maar de röntgenstralen tegen. Dus zo maken ze dan de foto van het achterbeen. Je ziet ook die rode lijntjes. Dan kunnen ze precies zien waar de foto gemaakt wordt. En dat wordt dan gecontroleerd op de laptop of die goed is. We hebben de voorbenen gedaan. Er zit klei in. Play-Doh klei. Ik weet niet waarom. Maar ik kan ze dat nog even vragen. En zo wordt van elk been worden de foto's gemaakt. Ik begrijp wel beter waarom een keuring duur is. Er komen wel heel veel mensen bij kijken. En al die mensen moeten natuurlijk ook weten wat ze doen. Nou, het apparaat wordt nu om Verona heen bewogen. Het is wel een hele vieze vlek daar op het raam, zie ik. Maar goed. En het andere voorbeen wordt nu ook gedaan. En ook deze foto wordt uiteraard even gecontroleerd. Nogmaals voorbeen. Nu de onderste kogel, net als op de knie. Ja, ik heb alleen echt naar de kwaliteit gekeken van de opnamerichting. Ja. En dan gaan we dadelijk gaan kijken naar de echte, naar de foto's, naar de inhoud van de foto's. Ja. Ja, precies.